trouwens op kijkers vandaag. Fucking hell, vandaag is het day, yo. Van mijn kanaal Ailistai. Mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij Pokémon Flora Sky Hack. En jawel, dit is Pokémon Flora Sky en het is een hack gemaakt door een of andere Pokémon fan. En dat gaan we gewoon spelen. Jongens, het heeft even geduurd. Mensen bleven vragen, Dylan, blijf je Pokémon? Blijf je Pokémon? Nou, fuck it. Hier is hij dan weer. Mijn Pokémon. We gaan gewoon beginnen. Mijn Pokémon die ik op dit moment heb, zijn natuurlijk hier. Boastie, de Basculin van level 11. Bitey, de Lattata van level 9. Natsu, de Charmeleon van level fucking 16 alweer. En Timba, de Timber van level 10. En ja, ik heb dan mezelf eens in deze game. En jullie vonden het ook hartstikke dope. Je zei, deel, vet dope hack. Ik speel hem nu ook. En daar word ik heel erg vrolijk van dat jullie ook allemaal aan het doen zijn. Dus dat vind ik hartstikke cool. Laten we gewoon lekker gaan lopen door het gras. En we komen weer een Pokémon tegen. Let's go. Voor degenen die zich afvragen, er zijn geen challenges in deze Pokémon serie. Geen Nuzlocke, geen bullshit. Gewoon lekker spelen een keertje. Geen gezeik in mijn hoofd. Gewoon lekker spelen. En daarom vind ik deze Pokémon ook leuk in deze serie. Omdat ik gewoon lekker chill kan spelen. Zonder me druk te maken om allemaal andere gekke dingen. Nou, op het moment heb ik één badge. Ik had zien de Boulder badge. Hier beneden. Het is eigenlijk de Kung Fu badge. Maar die heb je niet op Google. De Kung Fu badge helaas. Ik heb gezocht, maar hij is er gewoon niet. Dat is helaas. Dus daarom heb ik gewoon de Boulder badge. Ik ga gewoon de badge gebruiken van de eerste Pokémon serie die ik deed. Natuurlijk, dat is gewoon Pokémon Fire Red. Maar dan wel de normale regio. En ja, dit is de Boulder badge daar. Hier beneden heb ik ook vier Pokémon. Dus ik kan ook zien welke Pokémon bij me. Charmeleon, daar Timber, de Basculin en de Rattata. En ja, ik ga gewoon vooral proberen om plezier te maken. Oh, twee Oranberries. En af en toe speel ik het even door. Het leuke van deze serie is, ik heb geen flauw idee waar ik heen moet. Maar dat is ook een nadeel van de serie, omdat ik geen flauw idee waar ik heen moet, loop ik soms gewoon rondjes. Volgens mij kom ik hier vandaan, namelijk. Om dat shirt, hoor. Laten we even kijken. Ik kom op één manier achter. Volgens mij ben ik hier geweest. Volgens mij kom ik hier juist vandaan. Volgens mij kom ik hier toen... Ja, hier kom ik vandaan, juist. Fuck. Weet je nog? Hier kom ik aan dit stadje. En toen kom ik hier vandaan. Dan moet ik dus eigenlijk juist hier omheen lopen. Hier moet ik heen. Ja, ik weet het alweer. Vorige keer kwam ik inderdaad die legendarische Pokémon tegen. Ik weet niet of je kunt herinneren, kwam ik die legendarische Pokémon tegen toen de tijd. En die gingen vechten. Giratina en Palkia, geloof ik. Die gingen toen met elkaar vechten. En toen stond ik te kijken van, yo, wat gebeurt er dan allemaal? Dus vandaar. En toen vond ik dat ik uiteindelijk de laatste keer dat ik dus mijn dingen gevangen. Timber, kijk. Hier ben ik dus wel geweest. Dat zie je, ik heb één berry gepakt. Ik pak die berries maar altijd op. Nee, ik vind beter plaatsen. Heb geen zin in. Ik wil gewoon die berries jatten van je. Dankjewel. Ik heb geen idee wat ik mijn berries doe. Kijk, we gaan kijken of ik kan vechten. Kijk, hier ben ik nog niet geweest. Want deze twee chica's, deze twee kleine meiden, we willen vechten. Bring it on, bro. Bring it on. I got this, I got you. Twins Gina en Mia would like to battle. Gaan de kant een stuk fucking flash. Oké, een Bellsprout en een Sunkern. Ik heb Rattata en Timber. Timber kan low kicken op die. En jij kan Rock Smash op die. Rock Smash! Watch. Woo! Nou, dat is veel damage. Gaat meer verwacht. En Bai die gaat wel. Oh! Fine with it, dat doet wel zeer. Maar ja, Timba doet low kick, heeft niet veel effect. Dat is kut. Het is eigenlijk niet zo'n goede. Ik heb ook je eigen Pokémon low kicken. Dat is echt wel grappig. Nou, nog een keer Rock Smash aan. Boom! Dat echt heel weinig damage op de Bellsprout. Bellsprout is heel vervelend, jongens. En de Absorb. De Bidey gaat bijna dood. Dan gelukkig. Oh, de low kick! Critical hit! Woo! Daar gaat Sunkern. Goed gedaan. Timba. Timba is on, man. Timba is sterk. Nou, Tim, wat ga je doen? Nog een keer low kicken dan. Ik ga geen Rattata erin gooien. Ik ga Natsu erin gooien. Aangezien er gras Pokémon in. Is, dan gaat het wel sneller. Kijk, low kick doet niet veel damage. Daarom heb ik het gedaan. Weet je, ik doe gewoon leer nu voor de lol. En jij doet Ember op die. Dus Ember gaat eerst. Daar gaat natuurlijk de Bellsprout gaat neer tegen level 16 Natsu. Die gewoon fucking overpowered is met Charmeleon. Die zo staat. Goed, die staat. Hartstikke vet natuurlijk. Maar daar gaan de twins, Gina en Mia. Later jongens, was gezellig. Ah, ik vind Timber echt een vette Pokémon jongens. Oké. Are you serious? What the hell? Oké, jongens, dit bedoel ik dus met deze serie. Ik heb geen fucking idee waar ik heen moet. Oh, hier kan je naar boven toe. Een kat, maar ik heb geen kat nog, toch? Wel. Naar Burmy. Low kick zijn ass. Oh, protect, really? Low kick! Wat weinig damage. Ik dacht dat het steen Pokémon was. Nou, oké, dus niet. Het is gewoon gras Pokémon, denk ik dan. Naar Natsu, nou, doe je protect. Nou, ik Ember weer. Ja, super effect is dus een gras Pokémon, had ik dus niet door. En dan gaat de Burmy, sorry Burmy, fijn maar Timba is gewoon, Natsu is gewoon veel sterk. En Venipede, dat is een insect Pokémon, dat weet ik wel. Emberum, hoep, daar gaat Venipede, later Natsu level 17, goed gedaan. Daar gaat Bug Catcher Rick! Doei dik. Ja kut, volgens mij moet je dus die move cut hebben. Ik heb natuurlijk mijn eerste badge gehaald, maar dan kan ik Rock Smash kunnen doen. Ik ben een beetje, dit is een beetje kloten. Of heb ik cut al geregeld? Ga even kijken hoor, mijn back. Nee, ik heb geen kat. Dus dit wordt even kut. Dit bedoel ik nou, deze serie. Het is wel leuk dat ik het niet weet. Wat zit ik er weer?
God, man, die. Kom, hier. Nee. Nee. Exit, dat hoef ik niet. Ik moet even kijken wat ik wil doen. Want ik moet nu dus. Even kijken hoe ik het ga doen. Ik weet niet waar ik heen moet. Hier zijn die huisjes. Maar volgens mij was ik ook al in al die huisjes geweest toen de tijd. Herbshop. Nee. Hier kan ik niet zoveel mee. Ja. Dit is echt Pokémon weer, hè. Ik heb geen flauw idee waar ik heen moet. Dus het is even zoeken. Moet ik hierin? Hallo jongens. Oké, ik moet al die trainers verslaan. Laten we dat even gaan doen. Misschien als je al die trainers verslaat, ik misschien een kat krijg van die oude man. Ik hoef geen metronoom te leren. Dat wilde ik toen ook al niet. Woep. Ik moet alle trainers verslaan in het huisje. Wie zijn dan meer trainers? Kijk, dat is een trainer. Hallo chica. Ik ga je bakken. Zij hebben echt een chick die heet Vanessa of zo. Geen idee. Gokken. Selina. Vanessa, Selina. Het kan in de buurt. Kan in de buurt. Het zijn gewoon die Pokémon namen. Het zijn gewoon die Pokémon namen. Dan komt er Hoppip. Nou, Timba. Nou, Timba. Lowkick. Oh. Nou, Lowkick doet geen damage op gras Pokémon. Dat is kut. Dus ik moet Natsu erin gooien. Natsu, het spijt me. Ik heb je gewoon nodig in het begin, Natsu. Het is gewoon vuur tegen gras. Ja, ik wil niet met Natsu blijven vechten. Ik wil andere Pokémon ook trainen. Maar helaas. Ik heb daar niet zoveel kans voor. Dat Timba level 12. Lekker Timba. Dat doe je toch netjes. Natsu. Nou, dan gaat Selina. Dat was Selina al. Wil jij vechten, kleine rat? Nee. Jij dan? Jij dan? Nee. Zo heb ik iedereen verslagen, dan, toch? Oké, je hebt alle twee verslagen. Wil je 5 orange mails voor een gift getreden? Oké, ik moet dus orange mails fixen. Oké, waar zijn orange mails dan? Ik denk dat ik het gewoon dat ik het moet regelen van die orange mails. En dan kan je misschien kopen bij deze dude. Revival herb. Die mails kon ik boven kopen, weten jullie nog? Dus misschien moet ik naar de vorige stad gaan. Ik weet het niet zeker meer, het is voor mij zo'n tijd geleden dat ik het opgenomen had, dus dat is kut. Dat is dus wel minder, maar volgens mij moest ik dan, dat ik die orange mails kon ik hier kopen bij die, stad hierboven, dus dan ga ik even naar boven toe. Wieeuw! Ga even alles even doorspoelen jongens, want dit gaat anders heel lang duren. Hé, hey, ik heb Elixir gevonden in dat bosje. Wieeuw! Oké, dit was de gym. Dit is de Pokémon Mart. Volgens mij kon ik hier orange mails halen. Pokéball. Nee. Dus ik had het dus niet goed. Kut. Ik kon ergens orange mails zien te krijgen. Fuck. Waar kon ik het ook weer fixen, die orange mails? Nee, ook niet. Ik weet niet waar kon ik het weer regelen, die mails. Ik ben gestoord. Ik heb je grenzen al verslagen, trut. Je 4 badges voor hebben voor die? Yo, wat is jouw probleem, vrouw? Shadowmail, waar kan ik die mails krijgen? Fuck! Je kunt ergens mails... Dus iedereen wil shadowmails en die mails ruilen en shit. Waar ben ik al geweest net? Fuck, je moet die mails zitten krijgen. Volgens mij kan je het fixen ergens. Fuck, haal je kop. Oh man, dit wordt altijd zo vervelend. Hier kun je niet kopen, hè? Nee, hier kon je geen mails halen. Fuck, jongens. Dit is echt, ik zit vast. Wie verkocht ook weer mails? Pokémon Center of zo? Nee. Sowieso niet Pokémon Center. Wat is deze dude hier, dan? Ik ben echt aan het kutten in deze episode, jongens. Echt, sorry, het spijt me. Het is echt heel kut. Ik moet echt even uitzoeken wat ik moet doen. Het is echt heel vervelend. Het vind ik echt niet chill. Yo. Ik kan ook die mails ook weer fixen. Yo, ga ik altijd slet. Ik ga echt helemaal terug gewoon nu, hè. Godverdomme. Ah! Ah! Ik heb paniek. Ik weet echt niet wat ik moet doen, jongen. Het spijt me echt verschrikkelijk. Het spijt me. Het spijt me. Wat een chaos episode. Ik ben echt alleen aan het sprinten de hele tijd. Eet mijn low kick, oké? Okay? Ben je zo blij? Ben je nu blij? Stomme Pidgey. Oké, okay, we gaan even kijken waar ik heen moet. Want dit is echt heel irritant. Een Union Gate. Hier ben ik dus al geweest, ja? Wat is dit ook alweer? Kijk eens met die plantjes doen. Nee. Oké. Okay. Nou, rechts is ook een gebied. Maar daar kan ik dus niet komen. Dat is dus kut. Oké, okay, ik moet dus naar beneden. Dat deed ik net vorige keer goed. Kan ik die mails die of gewoon bij die chick krijgen? Weet je, bij die rare chica die in die grot woonde. Weet je nog? Misschien kan ik bij haar die shit fixen. Laten we even kijken bij haar. Hey, Teef!
Waar woont ze ook weer? Die heks. Die woonde hier in die grot. Ah, chick. Wie gaat er nou in een grot wonen? Oké, ook eens niet. Oh my god! Ik heb geen idee waar ik heen moet, jongens. Ik ben echt... I'm lost. I'm lost. Die herbshop. Dat zijn die loot. Root is shit. Ik heb geen karkel. Oké, mensen. Ik heb echt geen idee. Ik heb geen idee. Ik ga nog één minuut weer rond erin iets te vinden. Want dit is echt chaos. Jij. Vertel me wat ik moet doen. No! Ik heb geen flauw idee. Hier ben ik het al geweest. Er liep het hier vast. Dit is echt zo'n rare plek. Waarom loopt hij dood? Er zijn hier twee trainsters en dan gaat hij doodlopen. What the fuck, bro? Ja, het moet met kat te maken hebben, maar het kan toch niet? Want Rock Smash heb ik al geleerd, deze gym. God damn it. Nee, ik moet dus inderdaad kat zien te krijgen. Ik denk dat die ene dude, die man met die chat verslaat, dat je hem moet geven, die mails, zeg maar. Dat hij het gaat geven aan je. Maar ja, het probleem is, ik kan niet bij hem in de buurt komen. Want ik heb geen die orange mails niet meer. Ik weet niet waar ik die kan kopen. Ik werd vergeten. Verdomme. Helaas mensen, ik moet dan hierbij de episode beëindigen. Op deze echt, ik heb geen moer gedaan in deze episode. Maar ja, dat krijg je als je een game speelt die je niet kent. Oké mensen, ik ga volgende keer even uitzoeken wat ik moet doen. Ik zie jullie graag in de volgende episode. Dankjewel voor het kijken. Laat gewoon een duimpje achter voor deze arme jongen die fucking helemaal lijp wordt deze episode. Mensen, dankjewel voor het kijken. Dan was het ziens later en veel Pokémon plezier. Tot ziens. Verdomme.